het is einde middag, iedereen wordt al een beetje gaar, iedereen is een beetje klaar alweer. Niet alweer, maar het is een lange dag. Is iemand zijn bandje kwijt? Een bandje? Oeh. Ja, er staan geen nummers of niks. Ik ga straks in mijn tas kijken, want als het mijn huis niet inkomt, hebben we een probleem aan. Ga bij iedereen langs met het bandje. Oh, dat is heel snel besloten. Oké, dan wil ik die. En jij wilt die blauwe? Ja. Zij wil die blauwe en ik wil die heel graag. Oké. Maar we kunnen ook soms wisselen. Nee. Soms. Je hebt een eigen kus gekozen. Weet ik. En wat denk je van je zus? Zij vindt roze mooi, toch? Of waar was jij dat? Laten we dan deze doen. Nu? Denk je dat ze dat leuk vindt? Mooi, echt klassiek voor een klein kind. Ik vind het mooi. Ik hoef geen kussen. Nee, dankjewel. Vandaag komt straks op mijn eigen kussentje. Frankie Dean komt straks lekker, kan ik tegenaan liggen. Oh, straks? Ja, straks. Feest. Feest, voor mij ja. Ben je niet meer alleen? Oh, dat vooral. Dankjewel voor de reminder. Hij gaat ook weer weg. Als je eens afvalt, had je mij ook wel nog halen. Klopt, maar het is wel telkens wanneer ik al... Het is al een beetje rond 12 uur 's nachts. Ik denk dat ik jou dan wakker kan maken. Toen was ik nog wakker. Niet wakker. Nee, weet je. Nee, je weet het wel. Hier in de tuin lopen er varkentjes rond. Kijk, kleine pumba's. Toch? Zo heet dat zwijntje van de Lion King. Heel schattig, klein. Kleine lopende spaarribjes. Dit is de badkamer. Dit is de douche. Oké. En dan ben je het toiletje. Ja, toiletje aan die kant. Dit is het toilet. Ja, ik moet heel eventjes wat pakken. Hoe heet het? Er heeft een body lotion gelekt in je moeders tas. De keuken. Ik wil eerst een pies kijken. Wie staat hier? Nou ja, niemand. Hè. Ik ben helemaal alleen. Oké. En ook niemand eigenlijk. Lichtje aan, lichtje aan. Hier slaapt je moeder. Zo, lekker het raampje dicht voor de muggen. Oeh, en dan slaap ik zeker hier. Als je dat goed vindt. Ja, is goed. Deal. Deal. Ja, je kan je zusje, je broertje, ze kunnen allemaal hier komen slapen als ze willen. Maar ja, het is even niet om de hoek, hè. Dus we gaan lekker ons klaarmaken voor naar bed. En dan gaan we even nog chillen in bed. Toch, dacht ik. Is goed. Bieboe, bieboe, bieboe. Waarom krijgen we zo'n heftig verhaal in de ochtend, Frenkie, over vuurwerk en... Oh, omdat vuurwerk is het leukste wat je kan bedenken. Nou, niet als het in je hand is en je gaat af. Gewoon je praat gooien en wegrennen. Dat is altijd leuk. Jongetjes en vuur, ik vind het heel heftig. En dan vuurwerk voor de deur gooien en dan wegrennen. Nee, Frank, het zijn heel heftige dingen, daar kan je niet grappen mee maken. Sterretjes is leuk. Zie je vuurwerk op afstand. Sterretjes. Heel grappig. Oké, maar Thunder Kings, dat is... En Thunder Kings en Spider Kings, dat is ook leuk. Dat is zeg maar zo'n... Is nog die dingen toen ik van papa kreeg? En het waren... Beseffen. Het is september, dingen. We hebben het nu hier al over. En het waren rechte dingen. En dan gaat het omhoog. En dan lijkt het net of zo dat het een pistool is en dan schiet het zo omhoog. Maar dan gaat het nog exploderen in de lucht en dan is het sea-vuurwerk. Leuk, ja. Heel leuk. Doe niet 1 euro. Van wie? Ja, echt, van wie? Ik ga je geen euro geven, hoor. De drukke gozer is het, hè? Kun je nagaan, de hele tijd om je heen. Zie je dat? Ja, dat lijkt op jou. Op jou bedoel je? Dat is een geit, jongens. En eerlijk, als iemand het meest begeit lijkt, ben ik het. Die Frankie. Die heeft een rol in de film. Paloma vroeg aan mij, zou je zoontje erop vinden als hij mag figureren? Dus ik zei ja, dan ga ik hem vragen. Dit vond hij geweldig. En even nagedacht dat het beste rolletje voor hem zou zijn. En ik zit te kijken. Je eigen kinderen, daar ben je sowieso fan van. Dat lijkt me wel een goed teken, hoor. Nu snap ik waarom al die meiden met al die extensions en pruik altijd van
Ja, jeukt ervan. Kijk, zit hier naast ons Amy. Heel lief, heel lief. Trouwens, ik mag zelf niks zien, hè? Dat je zo in de regiekamer zit, zeg maar, waar ze echt letten op de continuïteit. Van, hè, gaat alles nog goed? Wanneer dat tasje aan je linkerhand vast? Of, let op, dat weet ik veel. Je staart zat net de hele tijd zo in het shot. Dan moet hij ook zo beginnen. Dan kan hij wel in de scène daarna zo gaan. Gewoon de continuïteit van dingen. Alles wordt in de gaten gehouden. En ik zat daar eventjes op te kijken naar Frankie. Want ik zit voor de rest in bijna alle andere scènes. Dus ik kan dat nooit bekijken. Toen zeiden ze, ja, het zou anders mijn spel beïnvloeden of whatever. Ik geloof ook wel, want als ik de hele tijd naar mezelf zou kunnen kijken, zou ik ook zeggen van, oh, dat is wat mooi of oh, dat is geen goede hoek. Waarschijnlijk ga ik hem voor deze in de bios. En ik vertrouw er ook gewoon op dat als Paloma zegt, het is goed, het staat erop, het is mooi. Dan is het ook gewoon goed en mooi. Dat is de band die je hebt met je regisseur. En dat vertrouwen moet je ook hebben en dat moet je ook los kunnen laten. Dus hoe Frankie het van de rest? Want ik heb maar één take gezien en dat was zo cute. Ik zag ook een klein beetje dat hij zijn arm zo, wist niet waar hij neer moest leggen. Soort echt semi-zenuwachtig. Van, instructies aan het opnemen. Heel schattig. Ja. Is echt wel. Ik besef ook wel hoe bijzonder het is dat ik met mijn kind gewoon op de set sta. Weer zoiets. Ik denk, wauw. Hij mag ook onderdeel zijn van mijn eerste grote rol zo. En ja, ik vind het, ja. Ik heb zo'n zin in hoe deze film wordt. Zo'n zin. Ik heb vandaag ook zo'n heftige scène weer. Met huilen en schreeuwen en doen. En ik moest ook echt tegen Amy zeggen van, het was niet echt, hè. Dus ik ben niet echt boos op je. Ze zei, nee, dat weet ik. Maar op een gegeven moment zie je toch echt wel het gezichtje van, oh, ze schrikken toch wel. Je moet gewoon echt, ja, het moet echt overkomen. Dus ik moet ook echt even tegen haar de keer gaan. Dat is niet altijd makkelijk, kan ik je vertellen. Nou, Frank, hoe vond je het om te doen in de film? Ja, echt leuk, maar ik heb me nog een stukje. Ik weet het, maar dit was de eerste dag en het was allemaal de eerste keer. En ik vroeg me af, hoe vond je het? Echt heel leuk. Echt gewoon leuk. Het is niet stom. Iedereen denkt dat als je een grote rol stom is, maar ik vind echt gewoon nee. Iedereen zegt als je een grote rol is stom. Nee, dat zei Kaylin. Of Kaylin. Kaylin, een van de tweeling. Ja, maar ik snap wel dat ze het zegt, want soms is filmdraaien ook intens en lang wachten. En zij heeft al heel wat dagen erop zitten, dus misschien denkt zij er nu even wat anders over. Maar jij vond dit in ieder geval de eerste goede dag. Je deed het ook heel goed, schat. Ja. Nou, en nu lekker naar Nederland weer rijden. Ja, zonder wifi. Zonder wifi, ja. Oh, god, kind. Nou. Kan je hier misschien een keer 5G opzetten? Alles kan, maar de vraag is, ga ik het doen? Ik denk het niet. Ja, voor mijn verjaardag. Voor je verjaardag. Oké, ga je voorzichtig zitten achterin en af en toe doe je ook je ogen dicht. Zet je riem vast en succes. En zeg alsjeblieft, op tijd als je moet plassen. Tessa, vraag hem ook maar af en toe of je moet plassen, want anders zegt hij in één keer, je moet vet nodig pissen en dan... Ja. Gaan we niet doen. Gaan we. Goed zo. Je hebt al geplast, toch? Ja. Oké. Okay. Enjoy, Frank. Dankjewel, jij ook. Doei. Toedeloe. Toedeloe. Dit is een must. Ja. Dan ben je echt heel erg blij dat er een supermarktje zit op het terrein om een paar dingetjes te kopen. Want ik had al half bakken ingepakt. Een beetje geen make-up meegenomen. Dit is de enige trui die heb ik door Res in Frankie's koffertje laten knallen. Ik was gewoon even vergeten dat ik één weekend in mijn eentje blijf om te werken aan mijn theatervoorstelling. Zodat ik ook gewoon nog wat kan schrijven, hè? Ja, komt ook al een beetje in de buurt wel. Wat heb ik nog meer nodig? Crackertjes. Ik heb wat kaarsjes gisteren gescoord. Dit dus, want gisteren op de terugweg reden we ook langs de supermarkt. Ik zeg, ik wil iets voor het weekend te snabbelen hebben en een kaasje, ja, blijft toch wel die witmeid diep van binnen. Nou moet ik zeggen dat Resli ook een kaasplank liefhebber is geworden. Was hij nooit, wanneer wij uit eten gingen en er stond als een toetje een kaasplankje, dan keek ik al. En dan keek hij naar mij en zei hij, oh my god, we gaan weer stinken. We gaan weer meuren op het eind van de avond. Hij was anti. En ergens along the way, misschien een soort van rood wijnliefhebbertje geworden. Dat hij dacht, dat is wel lekker met een tikje en een beetje notenbrood. Nou koopt hij gewoon kaasjes en dan komt hij met een plank aan zet, zegt hij.
Maar ik moet zeggen, ik heb al best wel veel ervan op. En ik kijk ondertussen ook. En nu kijk ik ook, hoe heet het nou? Jezus Nienke. Selling Sunset. Ja, Love That. Heel erg gestaged, denk ik. Dus nep. En een beetje, ja, dus voorop gezet. En volgens mij scripted. Maar het zijn prachtige huizen. En onderling met die vrouwen. Ja, het kijkt gewoon lekker weg. Maar ik heb nu zoveel zuivel in mijn lijf. Dat ik eigenlijk alleen maar kan denken. Ik kram mezelf onder de douche. En ik ga in het bed liggen. Ik hoef niks meer te doen vanavond. Morgen weer een nieuwe dag. Met taakjes. Maar nu even. Na 4 intense draaidagen. Even helemaal niks meer. Zonnetje komt dan wel door, dan weer niet door. Ik had toch altijd even erin kon liggen. Nou, helaas. Ik heb mijn tijd maar benut in een supermarkt. Ik vond het heel groot. Ik vond het heel ingewikkeld. Totdat ik iedereen zag met spullen die ik zocht. Ik zei, waar ligt dit? Het was helemaal achterin in de koel. Och, natuurlijk bij zo'n sluis. Wat je hebt als wij, dat kennen wij als je gaat van het binnen naar het buitenbad. Met van het plastic zo hangen. Maar hier in België is dat, je komt bij al het voedsel wat in de kouschappen ligt. Dus ik heb mijn 3 rondjes gedaan hoor, voordat ik het vond. Dus sowieso no waste of time. Wat we hebben gescoord. Altijd leuk om even hè, te laten zien. Veel te grote zak, maar ja, ik hou er wel van. Muesli in mijn yoghurtjes, hadden ook granola. Maar dan kijk ik wat er achterop staat wat betreft ingrediënten. En dan zie ik havervlokken of whatever. En dan alleen maar glucose stropen. Dan denk ik, ja, daar zit best wel veel meuk op. En hier was gewoon vlokken, 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 maïsvlokken, vlokken, vlokken, vlokken. En toen kwam er pas suikerzout. Dus dacht ik, beter. Beter. Anders kan ik net zo goed meteen ontbijten met een lolly. Weet je wel. Dit zag ik. Ik dacht, dit is wel leuk. Straks op de bank. Met een serietje en een dingetje. Want Selling Sunset is er weer. En ik heb al bijna, volgens mij, alle afleveringen doorheen geroust. Want ik vind het superleuk. Vrouwen, drama, nee, maakt niet uit. Dit noemen wij in Nederland gewoon... Bij ons is het ook, hoe heet het nou? Hier is het waldkoren, meerganenbrood. Maar wij noemen het anders. Dat bruine en het zit in een dingetje wat je open moet maken. Met, niet een zakje, maar echt een bakje. En het heet, ja, ik kom niet op die naam, maar het lijkt hierop. Ik denk dat is lekker met een beetje hummus en een komkommetje. Try to be healthy. Huttekezen, tenminste dit is verse kaas. Ik denk dat dit een huttekezen is. Ook lekker op een broodje met de groentepiemel. Ja, nee. Hoe het gaat met mijn vegan life of vegetarische leven? Niet zo goed, want ik zag dit en ik gaf eraan toe. En dit? Wie kent dit? Doe je handje omhoog als je dit wel eens kent. Dat doe je als je last hebt van de muggen. Dan steek je het aan. Zet je op de grond met een aardewerkbordje eronder. Zo. In ieder geval iets wat niet in de fik kan. En dan gaat het branden. Een soort van spiraal wierook. En alle beesten blijven weg. Dus die zag ik. En voor avondeten kies ik voor een tagliatelle salm. Hoor ik nou weer allemaal mensen. Wat is dat voor een geluid? Oh, dat is iemand die hier werkt voor Spark. En die heeft een elektrisch wagentje. En wat staat hier daar? Ik weet het niet. Het feit dat je altijd zo... Dat het een elektrisch autootje is, hoort. Maakt het ook een beetje creepy. Kijk. Zo ga ik helemaal lekker hoor. Dan denk ik, oh leuk, en iedereen zijn huisje, een voortuintje, een dingetje. En hier allemaal volk. En hiernaast slaapt Amy met haar moeder en broertje. En volgens mij nog een gezin, familielid, heel leuk. Maar ik kan jou vertellen, 's nachts bange poepen dat ik er ben. Doe ik weer de hele check. Alle bedden worden gecontroleerd op mensen die eronder kunnen liggen. Is het nog niet het geval geweest? Stel je voor, hé, je kijkt. Ik zit er in zo'n hoofd. Nou, dood gaan. Heart attack, right away. Laat maar zitten. Je hoeft me niet te vermoorden en wat je allemaal wilde doen. Ik ben het al. Wat yo. Maar het gebeurt alleen in films. Toch jongens? Ja. Misschien moet ik daarvoor in therapie hoor. Dat ik niet zo'n bange scheiter ben altijd. Als ik in mijn eentje slaap. Het is niet chill of zo, dit gevoel. Is dit ook een oven?
4 minuutjes 750 watt. Dit moet je er dan nooit in doen, toch? Als je dit in de magnetron doet, dan is het toch zo bliksem en zo. Pikachu up in her. Dus dat doen we niet. Wat een gekke... ik vind het een beetje gekkig. Kies een etage, maar dit is nu... Zo vind ik het gekkig. Moet ik het hierop zetten? Nou, blijkbaar ja. Magnetronnetje. Dit voelt als... Waarom staat er nu bij wat het is? 57 watt. Ja, dit is wat we nodig hebben. Gaatjes prikken. Tak, 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 tak. En laten we die warme hap er aan knallen. Jullie denken dus? De dag is net begonnen. Nee, ik had al een hele dag erop zitten. Ik ging namelijk... even focussen, jongens. Tijd betekent dit. Uitzoekwerk voor Frankie Dien's verjaardag. Die wordt 10 over een paar weken. En leuk, mensen thuis. Happy dingetje. Dus... inventariseren, wie komt er? Wat moet er op gehaald worden? Wat is het verlanglijstje wat mijn zoon wil? Nou, ik kan je vertellen. Een 10-jarige jongen die wil echt niet nog meer leuk Lego en kaartjes sparen en weet ik het allemaal. Hij komt allemaal met dingen als ik wil een North Face jas en ik wil een Nike Tech pak en ik wil ook Yeezy slippers en voor jou. Vind ik intens. We weten allemaal dat we in zo'n fase komen dat we merk heel interessant vinden en wat onze buurman draagt en wat die gasten in de klas en de boys op de voetbal. Dat hebben we allemaal meegemaakt, dat we keken naar anderen. En aan de ene kant denk ik, ja, moet je dan zeggen hero? Maar aan de andere kant denk ik, nee, niet. Want wij zijn ook de type ouders, we geven onze kinderen geen smartphone. Hij heeft gewoon een Nokia. Ja, ik vind het een goede eerste stap voor een mobiel. Jij hoeft nog helemaal niet al die apps en de bende en the gates to the crazy internet. Maar aan de andere kant denk ik, je wordt 10. Mensen willen iets moois voor je halen. Ik denk dat ik het gewoon op het lijstje ga knallen. Ze vechten zelf maar uit van, oh, dat vind ik veel, vind ik niet veel. En misschien zien ze, want ze weten ook van elkaar, als ze hebben ze in een groep geknald, weten ze dat niet van elkaar. Nou, ik kan me voorstellen dat veel mensen van elkaar weten. Jij gaat toch ook? Ja, doe het lekker samen, want het zijn ook dure dingen die ik vraag. Maar dan krijgt hij maar 2-3 dingen. Snap je wat ik bedoel? Dat is ook mooi. Dat wilde hij wel heel graag. Want ik vind geld vragen en alles stort op een ding is en dan komt het er nooit van uitgeven. En dan spaar je maar, dan spaar je maar, dan spaar je maar. En hij krijgt van mij geen pinpas, mijn kind. Nee, want er wordt iedere dag gehangen voor een supermarkt. En weet ik veel, blikjes en snoep. En nee. Nee, precies. Een lijstje maken. Ik denk dat dat het beste is wat hij mooi vindt. Vreselijk overdreven items. Maar ja, ik wil maar 1 keer 10. Ik word trouwens ook maar 1 keer 11, 12, 13. Als je het mag halen. Dat heb ik altijd zo mooi als mensen zeggen. Je wordt maar 1 keer zo'n leeftijd. Ja. Je wordt maar ook 1 keer 9 jaar en 12 dagen. Time is ticking. Dat is niet echt bijzonder. Maar aan de andere kant, 10 is voor een kind wel heel bijzonder. 2 cijfers in de leeftijd. Het woord tiener zit erin. Frankie heeft zichzelf al bestempeld als puber. Ik ben nu een puber. Dus nee, we gaan wel een nieuwe fase in. Daar ben ik wel achter, ja. Lichaam. Ik ga slapen. Ben je alleen? Hij is heel erg bezig met of ik alleen ben en ik ben hartstikke alleen. Ben je alleen, mama? Ik ben alleen, nu je het zegt ja. Ik ga de gordijnen dicht doen. Ik ben alleen, schat. En jij? Je bent alleen in je bedje, maar niet alleen in huis. Jij bent met tante Ellie, toch? Ja, maar ben jij alleen dan? Ik ben hier alleen. Bij mij? Ik ben alleen in dit huisje. Nee, in Parijs. Oh, of ik alleen ben bij jou? Ja. Maar ik ben toch niet met jou? Waar dan? Ik ben in België, in een huisje in een ander land. Nee, ik ben niet bij andere België. Ik ben bij België. Maar ik ben toch ook bij mijn België? Ja, jouw België ben ik. En ik zie je dan over een paar nachtjes weer. Want ik mis je wel, Novi. Maar ben je alleen dan? Ik ben alleen, ja. Ik zie het. Ja, ik neem het op. Ga jij een gebedje doen voor ons? Ja. Oké, doe maar dan. Dat is een gebedje. Zal mama de woordjes doen? Ja. Oké, dan moet je me na zeggen, oké? Oké. Slaap in vrede. Zeg maar na, Novi. Ja.
en ontwaak in vreugde. En ontwaak in vreugde. Tel je zegeningen. Tel je zegeningen. En niet je zorgen. Niet je zorgen. Weltrusten tot morgen. Weltrusten tot morgen. Lieve Heer, hou ik deze nacht. Voorbij. Over Novi Jax en ons allemaal de wacht. Amen. Amen. Mooi gezegd, jongen. Nou, je gaat heerlijk slapen, hè? Ja. Lekker dan. Nou, spreek ik je morgen weer, lekker ding? Ja. Oké. Ik ga aan je denken, hoor, als ik ga slapen. Oh, moet ik wel even opgehangen. Nou, zo ken ik je weer. Abrupt en verrassend. Ik ben niet bang voor insecten. Dat weten jullie als kijker. Ik heb altijd de spinnen gevangen, gepakt, in de voor- of achtertuin losgelaten. Als er weer een gillende echtgenoot door het huis rende, genaamd Wesley of mijn schoonzusjes. Maar ik kan ze niet redden als ik op afstand ben. En dit filmpje... Houston, we got a problem. Oh my fucking god. En je hoort nog op de achtergrond, we got a problem. En Brianna zal nooit schelden waar de kinderen erbij zijn. Maar dit vraagt om, ja, groot geschut. En dat kan soms in de vorm van vloeken zijn. Maar een paar dagen daarvoor hadden we een Wesley die in een restaurant dit... Kijk schat, we zitten te eten. Kijk je, papa, hij komt hier. Jem. Oh my god, wat de... En nu is Ellie bij ons thuis, die is met die kindjes dus. En die stuurt in één keer dit in de groepsapp. Hij is groot, jongens. En nu? Wat nu? Die beest zit de hele tijd in onze aura. En met ons bedoel ik ook die van mij. Want wat mij het is gewoon weer een stiekje. Wat mij gisteren overkomt. Ik heb het gefilmd omdat ik dacht voor mijn familie die altijd zo panisch is voor beesten. Maar nu in één keer zit er een beest kapot dicht in mij. Ik zit gewoon hier op de bank. Ik voel mijn been jeukt. Dus ik doe gewoon zo. Op mijn broek. En ik kijk verder naar mijn serie. In één keer voel ik... Het zit echt al in mijn huid. En ik voel op mijn broek. En ik denk echt... Ik voel het best. En ik knijp erin. Omdat ik denk, ik weet niet of het groot is. Maar is er echt knijp erin. En ik tref... Gewoon. Terwijl ik mijn broek binnen zijn buiten uit heb getrokken. Een beest erin. Ja, een beest. Dit. Ik heb hem gedood. Dus er komt een soort van ingewanden uit zijn reet. Dit is mijn vinger. Dit is het beest. Dit beest heeft slagtanden. Wat de F. Snap je? Dit zat aan de binnenkant van mijn broek. Ik heb het gesqueezed. Huh? Heel vies allemaal. Ik heb die broek natuurlijk eventjes mijn hand was gedaan. Maar wat gebeurt er? Met beestjes. En ik moet zeggen, Wesley had te dealen met het grootste beest, die rat. Ook niet cool. Ze zijn uit het restaurant gegaan. Ik vind het niet fijn. Ik vind het niet fijn. Slaap met één oog open, kan ik je vertellen. Ik denk dat dit de eerste nacht is dat ik goed lang geslapen heb. En ik ben niet wakker geworden. Ik ben niet wakker geworden vannacht. Het is de eerste nacht dat ik niet wakker ben geworden. Oh, hoe lang? 5 nachtjes denk ik hier al? Het is niet chill of zo. Als je altijd zoveel tijd nodig hebt om in te komen om ergens relaxed te zijn. In andere huisjes heb ik dat niet gehad zo lang. Ik weet niet waar het aan ligt.
We gaan kijken naar de toekomst en naar de positieve dingen. Wij hebben een ontbijtje met een peer, een beetje appel, een beetje Grieks yoghurt en een beetje, ja, niet het allergezondste, maar van die bosbessenkwark. Is een lekkere combo. Ik vind het jammer dat de zon af en toe weggaat. Ik heb kipvel. Ja, ik wil wel buiten eten, dus ik ga gewoon trui pakken. Ik zag wat comments onder de vorige video voorbij komen. Ik denk, ik even inhaken. Dat is niet handig, wat ik doe. Het gaat om deze. Waarom kreeg Harley geen eigen drinkbeker met het eten? Of is er een reden dat ze moet delen met haar broer? Ik vind dit soort vragen altijd wel heel grappig. En ik zal je uitleggen waarom. Het zijn zulke hele... Het gaat over zo'n klein detail. Ik kijk zelf ook natuurlijk naar of het nou een serie is, of een documentaire, of naar het nieuws. En ik kan ook soms opletten op kleine dingen. Dat ik echt, of het nou iemands kleding is die het nieuws presenteert, dat ik denk, ja, dit... Niemand zag dat de kleur met het achterwandje en dat plukje haar, dus het bedoelt zo. Ik kan daar ook heel erg op letten. Dus ik vind het helemaal niet gek dat zoiets jou opvalt. Maar ik liep gisteren toevallig in de winkel. En toen zag ik deze. En ik love Lila. En ik hoop mijn dochter ook. Dus ik heb hem gekocht voor haar. Nee, waarom? Niet omdat ik deze comment zag hoor. Het was toevallig later. Vanochtend wilde ik eventjes wat een en ander antwoorden. Toen kwam deze voorbij. Maar die van haar was stuk. Hij is ook wat kleiner. En soms dan vul ik gewoon liever één grote beker als ik dan onderweg ben. Ik denk zo, heb dus in ieder geval water en een drankje en whatever. En die verhaal lekte een beetje. Dus nu heb ik deze en ik hoop, dit voelt wel solid. Dat was dus de reden. Hij was kapot. En je moet altijd even tegen een lekkere aanlopen, toch? Dat je weet van, hé, deze heb dit, handig. Dus zo ben ik, zo kijk ik naar dingen. Maar broertjes en zusjes leren delen is al helemaal een reden om het te doen. Want dat vinden ze op een bepaalde leeftijd heel moeilijk. En ik kan je vertellen, als ze dat leren al gaandeweg, maakt het ze, denk ik, leukere mensen als ze wat ouder worden. Want delen is heel belangrijk. Of het nou het delen van je gevoel, delen van dingetjes die je hebt, delen van de plek op de bank. Dan delen. We moeten deze aarde ook delen, dus. Snap je? Het is eigenlijk helemaal niet zo gek. Dat je iets moet delen met je broer. Maar het is leuker om een eigen te hebben. Dat snap ik ook wel. En handiger ook. Want je kan meer meenemen onderweg. Ja, laten we maar gewoon lekker beginnen, hè, Nien. Ga maar gewoon lekker aan het werk. Voordat je jezelf weer verliest in alle content die het internet biedt. Nou, ik ben net naar de lokale supermarkt. Nee, die was dicht op zondag. Naar de dingen is gegaan. Hoe heet het? Snackbar. Ik heb echt heel veel betaald. Een klein patatje, drie nog iets en een, ze noemen het hier een kaaskroket. Wij noemen het een kaassoufflé, kaaskroket. Zo'n klein schijfje, €3,25. Schandalig. Center Parcs, België, schandalig. In ieder geval, ik heb meeste minuten gespendeerd met Frankie Dienste, verjaardagsfeestje, dingen voorbereiden. Snacks, uitdelen, lijst voor cadeautjes, blablabla, al die dingen. En toen dacht ik, ga heel veel op Insta. En ik zit te kijken naar... Vincenzo, die is live. Die gaat... En hij zei, hey, laat even weten van welk land jullie komen. Ik denk, land? We hoeven niet te weten, boeien, welk land er allemaal kijkt. Zing met je geweldige stem. En hij laat nu een liedje horen, volgens mij. Hij heeft een paar liedjes opgenomen, volgens mij laat hij dat horen. Maar ik wil eigenlijk gewoon horen dat je zingt. Gaat hij iets zingen? Of ga je iets laten horen wat je hebt opgenomen? Want in 3, 2, 1... Ja, het is live. Oh my god. Ik versta er niks van, maar geweldig. De stem van deze man. Oh, kijk, en Jen en ik zijn ook heel erg fan, hè. Wij zijn heel erg fan van hem. En toen kwam hij laatst ergens, want toen konden Jen en ik niet. Oh my god, ik moet deze man zien live. We gaan een suggestion sturen. Wat we willen horen is een liedje. Oh, dat nieuwe liedje van Bruno Mars met Lady Gaga. Dat zou gek zijn, want er is geen Lady Gaga. Sing Usher. Doe iets van Usher, alsjeblieft. Doe het! Usher, hey, gelijk on the spot. Yes! Damn. Even kijken. Poeh. Zie, hij heeft nog... Alleen... My voice is not warmed up at all, but... Doe het, alsjeblieft. Damn. Usher is like next level.
Nice and slow. We can do burn, maybe. Ja, burn! Burn mag ook. I'll do it like that. Hij gaat het doen, hij gaat het doen! Ooh, nice and slow is also dope. Hij gaat het doen! Hij doet het voor ons. Don't burn for me to say this. It's coming from my heart. It's been a long time coming. But we have been fell apart. I really wanna work this out. I don't think you're gonna change. But I do what you don't. Think it's best we go in separate ways. Let me damn this relationship. That it hurts me, baby. I ain't happy, baby. Spend your body, you want to, but you know, gotta let it go. Ooh! Ik ben aan het zingen met Vincenzo. Let it burn. Ooh, gotta let it burn. Ooh, ik zat mee! Well, let's do nice and slow. Oh, hij gaat ook nog die andere doen. Wat is dit voor een geweldige avond? Avond! Remember the melodies and stuff and the lyrics. Ik help je. The song though. Schat, I got you. In the clock on the dash, I'm in my drop top, cruising the streets. Oh yeah. Oh my god, this guy. I got a real pretty, pretty little thing that's waiting for me. I pull up and dissipated. Your love. Baby, don't keep me waiting. I got plans, my plans. I've never seen, know what it means. Let me take you to a place nice and quiet. There ain't no one, ain't got a rush. I just, ik ben zo blij. Ja, ik moet wel zeggen, thank you, echt, echt geweldig. Oh, ik heb het warm, ik heb het helemaal warm van dit allemaal. Wat kan je? We can do. This is Usher and Chris Brown, this song. Heaven. Wie roept hij nou, zijn hond? Oh, even een reclameblokje. Woe! New Flame. Oh, this is a nice song. Yeah. I like this song. Oh my god. I like it, like singing it. Shit! 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 There can be one. Ja, komt ie, schatje, kan het. There can be one only you. It's okay, we komen er al in. Baby, I can never make two. Nah. Mm. And I know you came here with your crew. Nou, jij kent het beter hoor. No, promise then. Doe het door. I just want to. Echt, ik ben aan het genieten hier. Oh, maar fact, ik moet Jennifer eigenlijk zeggen dat ze moet kijken. Misschien slaapt ze al, die zwangere moeken. Like, sis, kijk, hallo. Oké, even focus nu. Wat moest je ook weer doen? Ik kom ook wel eens wat kleintjes op de verjaardag. Dus ik denk misschien zo'n soft corner. Ken je dat? Dat je zo dit... Kijk, weet je dan dit, weet je wel, misschien moet ik dat in mijn voortuin zetten, in mijn achtertuin, ik weet het niet, ergens. Voor die kleintjes, wel het hek sowieso eromheen, dat ze lekker kunnen banjeren, toch? Ik zit te kijken, dit is wel leuk. Ja. Ik hoop dat ik een beetje moe word en ik slaap beter als ik eerder in bed ga. Dus ik heb dus al gedoucht, want ik heb dus vette olie. Ik zeg olie gedaan, want vet goed is op mijn hoofd uit. Maar olie is ook vet, dus dat heb ik gedaan, toen heb ik het gewassen. Een beetje keratine erin. Oh, ja. Ik moet een nieuw föhn. Jongens, eventjes. De Dyson föhn is een geweldig ding als je het doet. Maar de mijne doet de hele tijd. Hij valt altijd uit. Ik heb hem echt net. Ik gebruik hem pas sinds we er wonen. Maart. Nee, april. We wonen er vanaf april. Toen ging ik ook nog eens 2 weken op vakantie. Zo kort gebruik ik hem pas. Maar hij valt altijd uit. Ik weet niet wat het is. Mensen van de Dyson, is er een reparatiepunt? Ik vind het niet leuk. Heeft iemand een tip voor een topföhn? Welke producten moet je erin zodat het ook blijft? Maar ik ben blij hoor. Nog steeds jongens. Neem dit echt. Bestel deze pillen. Ik moet nieuwe halen. Dit is echt no spon. Wel blij mee. Dit ook goed spul. Collageen. Dit is van Kim Veenstra. Daar word ik ook heel blij van. Het is goed voor je nagels, voor je huid en voor je haar. En laatst was er iemand bij het huis, een fysicist, en die zei, wat heb jij een mooie huid? Zei ik, wat is er dan mooi aan? Niet dat ik graag een veer in mijn kont wilde, maar gewoon dat ik, wat vond je? Dan zegt hij, ja, gewoon je poriën en weinig vlekjes. Nou vind ik zelf wel dat ik natuurlijk wat vlekjes heb. Maar ja, ouderdom, zonneschade, indoos. Ik krijg volgens mij ook wat meer snelle pigmentvlekjes.
Ja, niet om wat, maar ik word ook gewoon ouder, hè. Dus ja. En ik heb wel eens botox in gedaan. Doe ik dan, weet je, nou wel eens, dat deed ik dan gewoon geregeld. Maar voor de film vond ik, je kan niet een zwaar leven hebben en je kan niet fronsen. Dat is raar. En nu frons ik dus en nu zie ik gewoon dat die rimpel er niet keihard in blijft staan. En ik heb het toch een hele tijd niet meer gedaan. Dus dat collageen, dat helpt gewoon. Ik vind botox, even eerlijk, prachtig. Je vertraagt gewoon het proces, dat je niet de hele tijd je gezicht alle kanten op vouwt. Maar je moet niet alle zones tegelijk doen. Ik zie soms meiden lachen en dan zeggen ze... Dan denk ik, ja maar kijk, nu kijk je hetzelfde ook als je pijn hebt. Je kijkt hetzelfde als je klaarkomt en je kijkt hetzelfde als je je teen stoot, je kleine. Nou, heel verschillende uitgangspunten wat betreft emoties, klopt niks van. Je moet easy peasy. En ook mensen met fillers, doe rustig. Je wangen lopen bijna naar de achterkant van je gezicht. Het steekt te veel uit. Je lippen, weet je. Kijk, ik ben blij, ik heb deze lippen gekregen. Thank you, Lord. Maar als je die hebt, snap best dat je wat erin doet. Maar ik vind dat een arts ook moet zeggen, we gaan geen opgeplakte knakworsten. Dat gaat niet. Nee. Zo'n aangelegde stoma, dat is niet wat we willen doen. Easy met de... Het wordt wat goedkoper. Ik denk dat veel meer mensen ook makkelijker het doen. Doe het. Maar doe het met mate. Hetzelfde met drugs en alcohol. Het gaat snel, kun je te veel nemen. Tot je laten inspuiten. Echt waar. Borsten ook. Die billen. Als je een kont hebt waar je serieus stroop op wil doen, want dat lijkt op een pannenkoek, I get it. Maar rustig aan met die heupen die voorbij je schouders komen. En het ziet er gek uit. Het ziet er raar uit. Het is te veel. Ik vind dat het echt gewoon moet passen bij de rest van je lijf. En het heeft niks te maken met, ja, maar de smaak. Nee, het is gewoon esthetisch niet logisch. Dus, je valt om. Toch, hoe heet die ene meid? Lena, Ex on the Beach. Zij hebben het eruit laten halen, omdat ze viel dat om. Je kijkt daar met een arts in zo'n kamer en je denkt, dit is mooi, maar dat is too much. Dus, leer van Lena. Doe normaal. En als je zoiets hebt van, ik vind het spannend en ik wil niet onder het mes gaan, of ik heb het geld er niet voor, of whatever de reden ook is, ga lekker trainen. Toch? En als je zoiets hebt van, je moet gewoon blij zijn met wat je gekregen hebt, en je vindt het niet erg als je lichaam langzaam verlept, want ouderdom is ook goed. Maar ik vind wel, met maat hoor jongens, ik echt waar. Ga maar eens naar een strand en kijk maar eens wat er voorbij loopt. Dus het is heel... Oei. Echt, ik snap heus dat als ik van klei was, had ik het misschien ook een beetje geduwd en gedaan. En hier, I get it, echt wel. Dit buikje hier irriteert me ook dood aan de mom pouch. Echt, het is... Ik ben blij dat ik straks het trainingsschema ga doen, want hier vind ik wat van. Ik ontspan mijn buik, hè. En ik weet dat ik 3 kinderen gehad. Maar waarom lijkt het alsof ik nog steeds zwanger ben? Fakken met dit. En dan moet ik helemaal mijn buik inhouden. Want ik vind het gewoon leuker als het niet zo met een bolling is. Maar dan ziet het er dus nog steeds gek uit. Want dan trek ik hier mijn buik in, zie je hier mijn ribben. En wat is dit nou, jongens? Maar ieder voor zich. Want vorige keer zag ik ook wat mensen van, ja, ik vind dat iedereen heel erg geobsedeerd is met hoe ze uiterlijk is. Nee, dat mag toch? Ik ben ook niet boos op jou dat jij niet meer bezig bent. Ik zie jou ook in het zwembad. En dan denk ik ook wel eens, poepoe. Nou, daar heb ik ook geen mening over. Zo, weet je, openlijk. Iedereen moet doen wat hij zelf wil. Behalve dan met die ontiegelijke, doorgeschoten verhoudingen, vind ik, met de plastische chirurgie. Maar als jij traint voor een gezond lichaam, heel erg let op je voeding en daardoor een of andere killer machine wordt, ik vind niet dat we dat mogen afkraken. Dat vind ik echt niet. Dat vind ik raar. Omdat het niet het modaal beeld is. Wat is het modaal beeld? Alle kanten gaat het op. Ik vind als jij heel gezond wil zijn en superfit, dat vind ik, dat is bijna gek dat we dat gaan afkraken. Toch? Nou, oké, even genoeg weer. Ik kijk ondertussen ook Married at First Sight. Volgens mij is het een heel oud seizoen aan de kleding te zien. Maar ik zit er weer helemaal in. Oh, het ongemak. Heerlijk, het kriebelt aan alle kanten. Ze zijn helemaal niet relaxed met elkaar. Maar ja, jij ging ervoor. Jij zei, doe maar mee, zo'n gek programma. Ik zie je voor het eerst in een pak. I do, kusje erop. En dan moet je nog happily ever after. Maar je moet diegene nog helemaal leren kennen. En dan kom je erachter. We hebben wel dezelfde hobby's en interesses. Maar wat blijkt, ik vind jou gewoon een pannenkoek. Lul, de behanger. Succes. Jij wou dit. Deze zijn trouwens wel heel leuk met elkaar, hoor, moet ik zeggen, deze mensen. Maar er zit een stijl tussen. Och. Ik zag het altijd, ze gingen trouwen. Soms zie je dat toch? Dan voel je al meteen, dit is hem niet. Nee. Hij is 2,10 meter. Zij is nog korter dan Shakira. Hij loopt op de straat. Keihard vooruit. Zij is helemaal nog achter met de korte pootjes. En ik weet wel, als je plat ligt in bed, voel je minder van de lengte van je lijf. Maar toch. Nee hoor.
Slecht gematcht. Slecht bij elkaar gebracht. Hey, bedankt voor het kijken. Superleuk. Dankjewel voor de liefde. En ja, everything, hè. Tot de volgende. Ik merk wel dat ik langzaam een beetje... ik zit heel lang in mijn eentje in het huisje hier. Ja. Doet wel iets met je mentaal. Gekkig word je ervan. Gelukkig heb ik jullie. Toch? Dat ik tegen jullie kan praten. Je krijgt niet meteen wat terug. Maar dat het niet heel gek is dat ik nu hardop in mijn eentje lul in een huisje waar niemand is. Nee, het is helemaal niet raar. Ik had het heel lang open. Nu denk ik de hele tijd, oh mijn god, al die tijd kon niemand door dat kiesje naar me staren. Gaan we niet te lang over nadenken? Zeker niet. Ik moet straks wel slapen, dus.